Yo, roofmeesters. Je zal nu vast denken, huh? Wie is die gast? Waar is Sjoerd gebleven? Sjoerd heeft wat huishoudelijke verplichtingen, dus die kan er vanavond helaas niet bij zijn. Die zit waarschijnlijk lekker met zijn vrouw en kinderen op de bank, dus ik mag lekker gaan vissen. Nou, ik ben Koert van Opstal, ben nu hier op het kanaal van Roofmeester, fanatiek roofvisser ook. En ik ga vanavond met niemand minder dan Arend van der Heijden op pad. We gaan pelagisch vissen op grote snoek op het Volkerak, in het donker. En zoals je kan zien, het is al goed donker aan het worden. Arend staat op mij te wachten, dus ik ga gauw rijden en jullie zien mij zo. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Kijk, hij is druk bezig met zijn boot zo te zien. Het is goed donker. Ik weet niet of we iets kunnen zien. Hey Arend. Hey Koert. Hey. Hey. Ja, ik pak even wat warme kleren. We zijn strak. We gaan de hele nacht door, denk ik. Het is een stuk van de nacht. Ik zal even een lampje erbij pakken en dan zien we iets meer. Hey, kijk dan. Kijk, dat scheelt een hoop natuurlijk. Ja. Nee, warm aankleden hoor. Het is natuurlijk hartstikke mooi weer, een stil avondje vanavond. Maar ik geloof dat ze 2-3 graden opgeven, is het stil. Dus het zal best een beetje fris worden, weet je wel. Ik ben heel benieuwd. Ik ga ook zo even mijn spullen pakken, denk ik. Want, ja, dan kleed je goed aan in ieder geval. Dat gaan we zeker doen, gaat goed komen. We blijven een beetje varen. Gaan pelagisch vissen vanavond, proberen een paar snoeken te vangen. Ik zit op een water waar veel snoek zit. Grote snoek ook, dus dat zou mooi zijn. Maar ja, als we een mooi snoekbaars tegenkomen, moeten we ook maar vangen, toch? Is ook niet verkeerd. Nee, toch? Nee, dat dacht ik. Kijk, ik heb er zin in. We zullen ons gaan spullen klaarmaken en dan gaan we het water. Gaan we het best doen, ik ga maar aankleden. Top. Oh, I've been running from the law. They won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. We zijn nu s'nachts pelagisch aan het vissen op grote snoek. Ja, of snoekbaars, maar ook. Of snoekbaars, niet verkeerd natuurlijk. Naar mijn weten is een snoek eigenlijk een zichtjager. Hoe komt het dat we toch s'nachts in donker op pad zijn op grote snoek? Ja, gek is dat. Dat is eigenlijk niet zo heel lang, zover ik weet hoor, is het nog niet zo heel lang bekend ook. Ik ben altijd van uitgegaan met snoeken. En snoekbaars zijn natuurlijk een beetje anders. Het is een lichtschuwe vis, zeggen ze vaak. Hè? Dus dat begrijp ik dan wel, dat die s'nachts actief zijn. Net zoals zeebaarsen, weet je wel. Dat is ook al langer bekend dat, daar, dat die s'nachts goed te vangen waren. Maar volgens mij is het pas met de komst van het pelagisch vissen dat het zo duidelijk is dat die grote snoeken vooral ook s'nachts heel goed te vangen zijn. En misschien heeft dat wel weer een beetje met dressuur te maken, weet je. Die beesten zich toch veiliger voelen in de nacht. Omdat er dan, omdat er vroeger geen vissers op het water waren. En ja, ook dat verandert weer. Helaas, voor de snoeker dan. En qua aaskeuze, waar let je nu dan eigenlijk op als je zo in het donker gaat vissen? Ik heb het idee dat eigenlijk alleen vibraties in het water nog ergens toe doen. Want kleuren en dat zie je niet onder water. Zeker niet als je op 8 of 10 meter vist. Volgens mij is de kleur daar is helemaal onbelangrijk geworden. Donkere kleuren, misschien iets meer contrast denk je dan als er een maan staat of als er toch iets van licht op het water staat. Maar voor de rest is het een beetje zoeken of dat je kunstaas met weinig franjes eraan, waardoor je wat minder vibraties in het water hebt. Of juist kunstaas met heel veel franjes. Een wapperstaartje of een structuur op het lijfje van de shit. Dus probeer gewoon en dan hoop je op een gegeven moment de code te kraken. Eigenlijk alles wat beweegt is goed als ik het zo'n klein beetje hoor. Ja, dat is natuurlijk ook de kunst. Je moet er zelf ook een beetje actie in meegeven. Je hangt zo'n shed boven zo'n vis en dan vervolgens moet je je kunstje doen. Moet je proberen die shed tot leven te toveren. En is het dan een angstig aasvisje of is het juist een dode vis die een beetje hangt? Dat vind ik wel eens moeilijk. Een visje die in de buurt van een grote rover komt, wordt een beetje zenuwachtig en gaat bewegen. Terwijl soms juist helemaal stilhouden de truc is. Dus ook dat is weer zoeken. En gewoon proberen. En wat is een beetje jouw favoriete aas om zo 's avonds pelagisch mee te gaan vissen? Heb je voorkeur voor veestaartjes of iets? Of? Ja, ik vis inderdaad wel veel met veestaarten. Met veestaarten, een beetje slanke veestaarten. Die droppen ook lekker, die zakken snel naar diepte. Maar ik probeer het ook altijd met een wapperstaart. Dan moet je vaak wat actiever varen, waardoor je niet zo stil blijft liggen op een vis. Dat kan nu omdat het helemaal windstil is, maar als het waait is dat al veel moeilijker.
Ja, maar met de wappenstaart geloof ik dan wel meer in wat dynamischer aanvissen. Dus dat je wat meer over de vissen heen vaart. Waardoor die wapper ook echt in de shed komt. Ja, proberen joh. Dus blijf gewoon zoeken. We zijn nu bij een bepaald soort stek, hoorde ik net. Ja, dit noemen ze nou een echte hoerenstek. Maar ja, ik zeg altijd zo, een hoerenstek is niet voor niks een hoerenstek. Dat is, daar is blijkbaar wat te halen. Dus nou, hopen dat ze hier zitten. Kijk. Goeie vis hoor. Hij staat goed krom, je hengel. Dat is wel zeker. Goed, het is gewoon een serieus visje, jongen. Geweldig om te zien, prachtig. Je ziet ook op de niet al te zware verticaal stof, heb je toch. Ik krijg alleen een beetje last van mijn armen. Daar komt hij, daar komt hij, komt hij. En ik denk, nou wil ik hem opeten ook, maar... Ja, nou is hij van mij, denkt hij. Geweldig. Dan vind ik het niet helemaal mee eens. Ik heb maar eens een mooie blauwe, dus die... Ja, hebben ze. Ja, die moet nog goed op vinden geleverd. Goed ondersteunen! Lekker een bak, toch? Kijk eens, jongens. Ja, hij zou net een meter zijn, denk ik. Lekker bezig! Nou, de druk is eraf. Nou, eerste vis is binnen. De eerste vis is binnen. Gelukkig dat ik een staaldraadje eraan zit, een mooie dikke snoek. 1 meter 2,5. Prachtige... Ja, een type set, ben ik altijd kwijt, van Dark Moon Baits, België, die jongen maakt echt fantastisch mooie sets. 50 grams kopje erop, in de kleur van de set meegespoten. Super gaaf, heel fijn haas. Zeker voor snoek, echt een topper. Kijk, hoppa. Vis nummer 2 van de avond. Mooi visie. Nou, hij klapt er lekker hard op, hè? Ja, geweldig om te zien. Dit is een snoek. Ja. Hij is natuurlijk bijna zijn jaar. Je moet niet verbazen is hem zelf gewoon een visie te pakken. En dan gaat hij. Hup. Borstbrek. Dat is de boven. Zwemmen te hard. Ik krijg het niet voor elkaar. We zoeken er even eentje wat stakken tegen de bodem aan. Dus we gaan even kijken of het hier nog wat op kan leveren. Ik ben heel benieuwd. We moeten goed komen, denk ik, Arend. Ja, joh, dit is zoveel aasvis. We gaan hier wel een paar snoeken vangen nog. Dat kan je vissen. Ah, ja, kijk. Prachtig, prachtig dit, hè. Dit is een mooi visje, inderdaad. Wat voor aanzet we nou aanzetten? Ja, dat is one of my favorites, hè? Job Vissenberg. Dat is eigenlijk een snoekimitatietje. Voor de snoekbaars ook killing, maar nou, snoeken lust ook, snoeken dus blijkbaar. Prachtig, nou wat zou die zijn? Kijk. 85. Misschien ietsje groter nog. Mooie vis weer hoor. Ja, zeker. Hele mooie vis. Blij mee, gaat ie. Kijk, mag je weer hebben. Hoppa. Lekker. Lekker! Kijk, mooi. Prachtig, mooie aanbeet. Hij kwam hem van ver halen hoor, hij was het echt nog wel een meter of twee vanaf. En één keer schoot hij in beeld en bam! Geweldig om te zien. Kijk, en weg gaat hij. Goed, dan wordt het tijd dat jij er eentje gaat vangen, denk ik, of niet? Ja, eigenlijk bijna wel hè. Ik heb hem hier gevangen, dat was een beetje mijn doel voor vanavond. Ja, die vang even dikker dan maar. Ik zal ze gaan proberen, denk ik. Heb je gezien hoe het gaat? Ik heb gezien hoe het moet, dus kijk of het gaat lukken. Nou,
Ik krijg wel een beetje roofvishandjes. Kijk, ik zal het gaan proberen dan. Succes jongen. Ja, dankjewel. Ik zal het nodig hebben denk ik. Ah, oh, zonde. Je ziet hem ook gewoon wegschieten hè. Mooi ja. Nou jongens, we zitten nu een beetje in het vierde uurtje dat we aan het vissen zijn. Gok zodat we terug gaan naar de stek waar we net drie vissen hebben gevangen. We hebben een aantal vogels nog gehad, maar verder niet veel. Dus ik ben heel benieuwd of ik nog wat gevangen. Ik hoop natuurlijk van wel. En, we gaan het even zien denk ik hè? Ja natuurlijk. Hou een goede wat je moet. Dat sowieso. We hebben nog tijd zat, dus we gaan het zien. Als je gedropt hebt en je ziet je shit zakken, dan probeer ik altijd toch wel die shit echt boven die vis te houden. Dat niet gelijk hangen op de onder helemaal. Want zo'n vis kijkt denk ik omhoog. Dus ik hou hem het liefst erboven. En het voordeel is ook als je hem erboven houdt, is dat je vaak zie je een horizontaal eitje op je Garmin liggen. En die zie je op een gegeven moment verticaal draaien. Je ziet hem van vorm veranderen. En dat is het moment dat die vis getriggerd is. He, zolang die horizontaal hangt, probeer je met je shit te bewegen en een beetje te pielen en af en toe stil en af en toe omhoog en omlaag. Een beetje actie te geven, totdat je die beweging van die vis in één keer ziet. En dan is het een kwestie van of stilhouden, of langzaam omhoog draaien en dan kijken of die vis komt volgen. En als die helemaal volgt, dan is het wachten op die aanbeet. En die komt soms en soms niet. Dat is jammer. Ja, precies. Net als net eigenlijk. Zo net hadden we zagen. Kwam die prachtig. Het eitje was helemaal verticaal komen te staan. Dan een stukje mee komen zwemmen zelfs. En dan draai je zetje met die vis mee omhoog. En dan verwacht je ieder moment die tik op je hengel. Nee, die komt al in. Die is soms ook maar heel zacht, hè? Zeker omdat die vissen met die shit mee omhoog zwemmen. Pakken ze hem in de zwemrichting en dan voel je haast geen aanbeet. Dat is ook wel grappig. Soms wel hele grote vissen. Nou, boog staat er op trailer. Ja man, staat er weer op. Heerlijk avondje geweest. Het is inmiddels een uur of drie volgens mij. Ja, rond die koers zoiets. Het is laat zat geworden. Ja, super mooi. Ruim spul op. En we zeiden al van we zullen vast lekker slapen. Dromen van rode bolletjes en groene strepen op de visvinders. Nou jongens, het zit er weer op voor vandaag. Vergeet niet even te liken en te subscriben op ons YouTube kanaal. En dan zien we jullie de volgende keer weer.